Het lijkt erop dat Marco Borsato's leven van glitter en glamour langzaam aan het afbrokkelen is. Na de beschuldigingen van ontucht met een minderjarig meisje hangt er nog een donkere wolk boven het hoofd van de gevallen popster. Hij zou zijn koninklijke onderscheiding wel eens kunnen verliezen. Ja, de onderscheiding die hij ooit kreeg voor zijn muzikale prestaties en zijn betrokkenheid bij het goede doel War Child staat op het spel. Marco was ooit de eerste Nederlandse zanger die de titel officier in de Orde van Oranje Nassau mocht dragen. Het was een eerbetoon voor zijn onuitwisbare stempel op de Nederlandse muziekwereld. In datzelfde jaar werd Frans Bauer slechts weer in diezelfde orde, wat Marco's status als legende nog meer benadrukte. Maar nu dreigt die eer hem afgenomen te worden. Volgens Weekblad Privé is het geen loze dreiging. Artikel 11 van het Lintjesreglement is glashelder: als iemand veroordeeld wordt tot een gevangenisstraf van minstens één jaar, kan zijn onderscheiding komen te vervallen. En gezien de ernst van de beschuldigingen waar Marco mee te maken heeft, is het geen onrealistisch scenario dat hij binnenkort zijn Lintje moet inleveren. Hoewel het niet vaak gebeurt, is het zeker niet ongehoord dat iemand zijn koninklijke onderscheiding moet teruggeven. In 2008 overkwam dit een gepensioneerde hoogleraar van de TU Eindhoven die schuldig werd bevonden aan het bezit van expliciete kinderbeelden. Hij kreeg een gevangenisstraf van een jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk, en moest zijn lintje inleveren. Met de juridische hamer die boven Marco's hoofd hangt, is de grote vraag die nu rondgaat: wordt de voormalige popkoning binnenkort gedwongen om afstand te doen van zijn officierslintje? Een man die ooit als icoon werd gevierd, zou wel eens de schandpaal van het Koningshuis kunnen worden. Het drama rond Marco Borsato blijft voortduren, en de vraag die velen bezighoudt is: zal hij ooit nog opstaan uit deze puinhoop? Of gaat hij, net als zijn lintje, voor altijd verloren?